Is, en dat is misschien daarom dat Han de deel uitmaakt van dezelfde partij als Mark Rutte. Want Mark Rutte zou precies zo praten. Hè, dus heel pragmatisch. Terwijl we in ideologische tijden leven. Als mensen dit verhaal horen, dat interesseert ze niks. Wat de mensen interesseert is dat Frans Timmermans daar staat te wijzen naar de Poolse leiders en naar Orbán in Hongarije, waarvan heel veel mensen hier in Nederland en ook in Duitsland en andere landen denken, die hebben het juist heel goed voor elkaar. Die hebben geen last van die immigratie. Die hebben gezegd, we laten helemaal geen immigranten binnen. We laten sowieso geen mensen binnen uit landen, islamitische landen meestal, die waarschijnlijk te maken met culturen komen waar wij helemaal niks mee hebben, die niet onze normen en waarden delen, willen we gewoon niet. Doen we niet. En als Europa ons daartoe wil dwingen, gaan we ook niet in mee. En dan zegt Europa, ja, maar jullie zijn wel deel van de club. En dan kunnen zij zeggen, ja, we zijn wel deel van de club, maar niet onder de voorwaarden dat Angela Merkel vervolgens bepaalt dat wij onze grenzen moeten openzetten. Dat was gewoon niet de deal, dat was niet de afspraak. Maar dit is het verhaal wat mensen raakt. Als je dit tegen een Nederlandse PVV-stemmer of forumstemmer zegt, die zegt, ja, precies. En als Han dan met zijn verhaal komt over handelsafspraken en zo, dan denk je, ja, heb je die VVD weer. Die gaan weer een beetje, weet je wel, proberen weer wat gaten te dichten en zo. Terwijl het gaat om een ideologisch verhaal. Wat willen we nou, we willen niet die massa-immigratie, want die kunnen we niet meer aan. Dit als wij die massa-immigratie gaan faciliteren, dan ondermijnen wij onze gemaakt Europese samenleving. Heel simpel. Dit is een ideologisch verhaal, want jij zeurt alleen maar over de influx van migratie. Ik doe er wat aan. Ik probeer zeg maar de gedachte dat Europa ook een fort kan zijn waarbij je ophaalbruggen hebt die je zelf kunt bedienen in plaats van dat die door anderen worden bediend. Dus ik geef daar invulling aan. Misschien moet ik een ideologische term voor aangeven, maar hou me tegen goede, op het moment dat ik probeer in ieder geval twee elementen van buitenlandbeleid die we tot dusver niet gebruikten, die we weigerden in te zetten, terwijl ze voor het oprapen lagen. En het gaat niet je gaat er die kiezers niet mee trekken. Ik ben nu even niet bezig met kiezers trekken, ik ben even bezig met een oplossing waarbij we een meer verenigd buitenlandbeleid uiteindelijk toe leidt dat ik aan al die mensen die de hele tijd boos zijn en die jou in jouw meeboosheid alleen maar verder opzweept, maar waar je geen oplossingen voor biedt, om die wel een oplossing te bieden. Want de Turkije-deal was ook zoiets. De Turkije-deal heeft gewerkt. Alleen de Turkije-deal is niet zomaar toepasbaar op al die andere landen aan de Noord-Afrikaanse grens. Is niet toepasbaar op Libanon. Dus voor Libanon moeten we een andere oplossing verzinnen. En voor Tunesië moeten we een andere oplossing verzinnen. Voor Libië hebben we nog helemaal niet over gehad. Zijn failed state. Moet er misschien zelfs wel een militaire oplossing gaan komen. Han, we zijn nog niet eens zo ver dat wij durven zeggen van luister eens, wij laten alleen nog maar immigranten toe die van voordeel kunnen zijn voor onze samenleving. Die opgeleid zijn, die de rechtstreekse arbeidsmarkt. Wat zou jij dan doen, Wiert? Wat is jouw oplossing? Wat is jouw oplossing om als Europa, want je gelooft niet in Europa dat gemeenschappelijk optrekt. Ik geef je net twee voorbeelden waar dat wel kon en waar het overigens in het tweede geval ook daarna is gebeurd. Daarom gaf ik het voorbeeld. Ik zie nog wel 6, 7 andere mogelijkheden, maar zelfs deze 2 uur nog te beperkt voor zijn. Welke oplossingen zie jij dan anders dan voorbij het alleen maar analyseren van wat het probleem is? Nou, dan moet je dus heel erg out of the box gaan denken. Ten eerste is natuurlijk niet meer militair interveneren in die regio's. Daar wat we gedaan hebben in Irak en elders en zo. We hebben heel veel van die, helaas, heel je veel van die. Je pleit er net nog voor dat de Amerikanen te hulp moesten schieten. Nee, niet voor militair ingrijpen. Dus in Iran moeten we geen schip sturen. Wat zeg je? In Iran dus geen schip sturen. Je moet natuurlijk dreigen, maar je moet niet zo'n invasie als in Irak moet je natuurlijk niet meer riskeren. Goed. Vervolgens moet je dus pleiten voor opvang in de regio. Moet je ook gaan faciliteren. Ja, doe ik ook, maar hoe doe je dat? Naartoe. Hoe doe je dat? Opvang in de regio? Nou, 97%. Sorry? 97%. Dat is het percentage. Ja, het lijkt net alsof het een enorme marge is wat we nog meer kunnen opvangen. Maar dat is dus al. Ja, nee, dat is je, je kunt wel meer. Wat doe je dan? Ik ben in die kampen geweest. En je moet je retorisch aan de kant gaan staan wat mensen als Orbán en Salvini en zo doen. Opvang in de regio. Even laten uitpraten. Je moet in ieder geval zorgen, net zoals Salvini doet, dat je bij jouw publiek, bij jouw mensen, bij de eigen mensen, zeg maar, dat daar het gevoel ontstaat dat je iets doet. Maar als je zoals Ursula van der Leyen en Merkel en zo zegt, je hebt een gevoel laten ontstaan. De demagogie is geen antwoord op een echt probleem. We hebben te maken vooral met Angela Merkel, met mensen die een soort van weg met ons mentaliteit in ieder geval overbrengen probeer op hun electoraat. Ik vraag je niet naar jouw rapportcijfer over Merkel of Salvini, die ken ik al wel. Ik vraag jou of je een eigen oplossing hebt. Nou, begin in ieder geval eens met die veerdienst daar tussen Libië en Europa. Dat je die in ieder geval even duidelijk tot een einde brengt. En dat je zo'n rare kapitein als nu van die Sea-Watch, of hoe heet ze, die Duitse dame die daar uitgebreid geverteerd wordt in de Duitse media, dat je daarvan even duidelijk maakt dat dat een smokkel iemand is, mensen smokkel faciliteert. Volgens mij gebeurt dat maar goed, we hebben dus niet alleen een politiek probleem, we hebben ook een mediaal probleem. Want 90% van onze...
90% van onze media die hanteert diezelfde retoriek. Van we hebben hier te maken met hele zielige mensen. Je zit weer terug opvallen. Nu in de retoriek en de beelden. Even, ik ga naar de oplossing. Want uiteindelijk, mijn oplossingen mogen misschien saai klinken, maar als ze er eenmaal liggen en ze zouden werken, dan is dat toch de enige manier om die ontevreden mensen die jij aanspreekt, die je zelfs opzweept, door voortdurend te wijzen op al die mensen die het allemaal niet goed met ons zouden voorhebben. Als je Libië wilt aanpakken, moet je kustwachten hebben gedaan. Als je Libië wilt aanpakken, moet je meerderheden organiseren. Dat is echt anders ondervolg. Jullie zijn te interessant om door elkaar in te praten. Dat is eigenlijk de conclusie. Even, Hans ten Broek herhaalt een aantal keren de vraag, in welke richting moeten we de oplossingen zoeken, via Duk? Als jij, als Europa duidelijk maakt, die grenzen, die buitengrenzen van ons, die zijn ondoordringbaar. We laten die mensen niet toe. Denk je dan echt dat vanuit donker Afrika die vluchtelingenstromen niet uiteindelijk zullen stoppen? Ja. Als die mensen weten van dat ze niet in Europa komen, waar ze rechtstreeks gebruik kunnen gaan maken van onze sociale vangnetten. Als die mensen weten dat ze niet naar Nederland of Duitsland hoeven te gaan, want dat weten ze nu allemaal, om daar geverteerd te worden, zo ongeveer. Wacht even, als op het moment dat ze zich dat van bewust zijn, dat drogen die vluchtelingenstromen echt wel op. Maar dat doen we niet, omdat we de goed mens willen spelen, omdat we niet het risico willen lopen dat daar mensen verdrinken op die zeeën, wat ook terecht is, dat we willen ook niet dat die mensen verdrinken, maar we kunnen wel die mensensmokkel daar aanpakken en we doen het gewoon niet. Dat Frontex is gewoon een veerdienst tussen de Noord-Afrika en Europa. En is het nou echt zo moeilijk om daar iets aan te doen? Nee, natuurlijk niet, maar er moet wel de politieke wil toe zijn.